Hi, ik ben Dave van de Dave Podcast op kanaal 22.2 Supreme TV. Vandaag heb ik niemand anders dan de nieuwbakken voorzitter van de politiebond en super intelligente jongen, Milando Atompai, Een hele apart persoon met wie ik zeker een gesprek wil voeren. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde. Ja man, ja man. Faka wrede. Alles goed? man. Welkom, 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 welkom. Cool, cool. Mr. Atom Pai. ja, de nieuwe bakkenvoorzitter van de politieband, als ik me niet vergis. Yes, dat is het, dat is het, dat nee. En hoe voelt het om dat te zijn nu dan? Nou, vijf uur, gewoon, normaal. Heb je wel iets van, oké, okay, nu gaan we dus uh, dingen anders aanpakken? Nou, no, 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 omdat ik was er al toch. Oh, uh, vijf jaar als yeah, secretaris, yeah, yeah. isabie, eh, dagelijks bestuur, mm -hmm. dus we gaan gewoon door. Jullie gaan voort met hetgeen jullie hebben uitgezet? Helemaal, helemaal. Natuurlijk is op absoluut bepaalde foto Mickey, bepaalde dingen zouden we anders willen doen. Die gaan we toch anders willen doen? Kleine dingen. Ja, maar leermomenten dat, maar... momenten, toch? Ja, maar sorry voor leermomenten. Leermomenten, ja, leermomenten. Gewoon simpel, omdat we mensen zijn. Oké, okay, maar ik vind het heel leuk dat je voorzitter bent van de politieband en alles. Maar wat ik leuker vind, is je track record. En dat was eigenlijk niet in mijn voorbereiding Tot ik heb gelezen dat je een bepaalde record hebt geslagen op ADEC met je studie. Helemaal. Vertel. Je hebt de snelste, het snelst ooit een studie afgerond? Hoe zit ja, dat? Ja, toch. Dus eigenlijk niet alleen op <kwijnt> ADEC. Said, vanaf begin, vanaf. Want ik zat in klas 1, hè, lagere school. Aha. En. nu ben ik dus om de derde klas te Dus meneer, ik ben niet zo ik in derde klas. Serieus? Hoe ben ik dus om. Ai, vanaf maar, de eerste klas lagere vanaf school? Vanaf de eerste klas lagere school. Alle klas meer overlijk beste. En toen ik op ADEC zat, heb ik in jaar 2 ook alle vakken van jaar 3 gemaakt. Begrijpt u? Dus, einde, dus toen mijn medestudenten naar jaar 3 moesten gaan, Aha. had ik geen klas om te gaan. Ik moest <laughs> gelijk afstuderen. Dus dat was gewoon een luxe probleem? Ai, echt serieus. Maar dat is altijd zo. Okay. Maar is het dat je echt in stoeka heer deed? Of als je één keer hebt gelezen, dan snapte je het al? Of lette je gewoon goed op in de klas? Wat was je formule eigenlijk? Nou, dus kijk, look -o was <coughs> scoren Ik vond de school eigenlijk als een kiek, ja, ja. Isabi. Kijk, met kijk, school bijvoorbeeld, mocht ik van meneer Sion buiten blijven. Havo ook min ik ging niet naar klas, want ik had, maar een, ik had maar een week nodig om me voor te bereiden. Oh, je, let, je neemt ook snel op. Ja, toch. Let, let's take Havo, bijvoorbeeld wiskunde. Je had yeah. vijf weken, dus vier weken lang je volgles. les, uh -huh. en één week rapronde. Ik was vier weken buiten. <laughs> En de laatste week mina ik je mevrouw Harpal <laughs> naar tafel met tafel want toen was ik gewoon volledig geconcentreerd, dus normaal moet ik weer mee eten. was ik echt rustig, de, dus een weekje dat. Dus je was op school was je eigenlijk gewoon ook kiek, man Ja man, elke dag door. En, had, en ik had <coughs> ook iets. Ik had iets kist. was 9,8. Toen had mijn 9,9, was ik gelijk ziek. Serieus? Ja man, serieus. Oké, okay, wat ik ook heb gelezen is dat je, je bent, je bent van Abra Brokje, heb ik begrepen. Ja, Abra Broekje. En je para. ouders konden geen Nederlands. Helemaal niet. Helemaal en helemaal. je hebt zelf knippas moeten verkopen om je school te betalen. Was dat ook de reden dat honger en, en uh, dat het een bepaalde drive heeft meegebracht? Dus kijk, je vanaf... Van als je, dus dat was ook groot, toch? Ik ben je geboren op Zanderee, we zijn later Abra Broekje komen wonen. Yeah. En toen ik later... Um, Ouderwet mm -hmm. zag ik veel meer in Sanderij dan Abra Broki want daar kon ik veel meer ondernemen. Mm -hmm. Want dankzij Sanderij heb ik op mijn 17e alle auto. Isabie. Maar kijk, ondernemen zit in me. Yeah, yeah. Want als jongen van, ik was toen 7, 18 bij zeer knippen. Hij yeah. hier Abra Broekie. allemaal je bij ons zakken knippen, je tij je banken, je tas, yeah. daar ga je verkopen. Wat deed ik? Yeah. Maar bij tien zakken, dus het is bij tien, dat je altijd die jongens daar. Ik demaseer kan de CBSA game, dat misref je Oké. Dus uit die seef had ik misschien 25 SRD per zak. Dus, dus, je was toen al bezig het werk uit ja, te zetten? Toch, ik, ik, ik was toen al ondernemer. Alang is toen zak ik aan bij 10. Dus als je per dag misschien 200 ja, SRD aangewiddag had ik 400-500 SRD. Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. En hmm. uh, over die knippers gesproken, toch? Want ik heb. Ook, ik moet eerlijk zeggen hoor, Milon of dit, Milon of ook. Want als je bent naar Miwagi. Die bij uh, Koppenamen. Kopenhav... Kopenhagen. Kopenhagen je. daar ik noemen ze nu, maar ik vind straat nog steeds een mooie naam. Is er een manier dat we die kinderen. Ik snap het, ze hebben honger. Maar hoe kan het dat die kinderen zo verschrikkelijk te keer gaan daar. En als je dan om de hoek gaat bij de Bethlehemkerk, uh, aan de achterkant, dan heb je die moeder daar zo zitten, die die kinderen constant stuurt. En eigenlijk is dat de vorm van kinderarbeid, toch of niet? Hoe zei het te werken? is niet de gaat. vorm van kinderarbeid is kinderarbeid. Ik zit ook. Ik zit. Dus ik zit gewoon al een tijdje eraan te denken. Ik kom sowieso met een foundation. Yeah. Een Milaan had een foundation. Uh -huh. Maar. Dus vanuit mijn onderneming, mijn, mijn yeah. dan ga ik wel proberen om samen met de staat iets voor die mensen te doen. En dat, dat, dat zal ik als rolmodel voor hun moeten gelden. Ja, toch. Begrijpt u? want je bent en, Ja toch, En een paar ja, toch. van die mensen met wie ik daar zat, zijn nog steeds daar, een paar van die vrouwen. Begrijpt u? Oh, dat is een Masabi. De, de Masabi. Dus wanneer ik langsrijd nu in mijn Hilux of yeah. zo, met stop, al die mensen de man. Er zit nu een jongen daar, volgens mij is die jongen Is van 12. Dus Beetje nu, langer dan de rest? Nee, no, no, no. <coughs> dat is ha nieuwe haven. Dus al die bijna. Dus ik ben wel voor niemand om een van die dagen met hem gaan praten. Voel hoe ik, ik go, waar ja, ik hem, ja. hoe en hoe ik hem kan ondersteunen. Trouwens, dat doen we veel al Kijk, Helen en ik bijvoorbeeld. De jongens als Cleo, Fer. Hoe ben je dat? Die een zijn Dus we kijken. Dus soms... We je ons in de man. En waar we talenten zien, proberen we ja. die mensen te poeren, Maar dat van die kinderen echt. Het is echt iets... Dus een hele hear regering heb je pakje yeah, aan hier. Ja, want wat ik, wat ik heb gezien, ze waren eerst met een hele kleine groep. Mm -hmm. En nu is het gewoon een gang aan het worden. Het is echt een you gang. Ja, yeah, en ik, ik ga je eerlijk zeggen, want ik was bij de Finabank laatst. En ik was uh, voor een heel belangrijke uh, vergadering in de bank. Mm -hmm. Voor mij in privé. Mm -hmm. En mijn vrouw belt me op een gegeven moment van hey, je moet nu komen. En dan stuurt ze me een film waar een jongen Oh, ik denk dat je ergens mee kan gaan, maar ik moet ik gebeld, je moet nu naar de auto komen. En ze stuurt me een film waar die kinderen slaan tegen die ruiten, want mevrouw was in de auto aan het wachten. Hmm. En wat denk je, creëren? Eventjes en weer best kopskop delatie, want die kinderen gaan ook ver. Laat en die ver. moeder zit Laat daar. las maar ver, die maakt actie nu. Ja, maar niet snap ik. Nee, kijk, je snap ik. Je, ik bedoel maar... van, ik was serie kunnen passen, serie kunnen pas naar je huis. Kom niet vragen, geef me of, of bij Het is ook niet meer als vroeger. Nee, want ik het heb eentje ook een mooie gegeven. Als ik had hem een tientje gegeven. Maar ik zag meer. En nog andere, met ik, maar een andere, dan ben een Jong, mm. een derde komt allemaal grabamonie aan monie, long Maar ik... ik ik, waarom ik het erover heb, is ik voorzie wel dat iemand een van die kinderen een dagje aan mankerie keren gaat geven. Sowieso, ik zie, het ook, ik zie het ook. En die moeder zit precies daar om de hoek. Mm -hmm. Dus die moet ook worden aangepakt, want die zit mooi die balletjes te maken. En, eigenlijk nog. is het kinderarbeid toch? Arki, Isab Nalek, Isab Manjabon toch? Als je je keren, je bouwdapé. Je hebt voor alle de routes toch? Ja. Yeah. Alle yeah. de routes heb je Dus zo moeten ze het aanpakken Maar die hebben echt een aanpak nodig. Ja, nee, ik, het is veel meer dan de politie alleen. Nee, maar ik bedoel, dus, hoe gaan jullie ermee om? Want ik wil ook niet dat die kinderen gaan stelen. Begrijp wat ik bedoel. Ik ben blij dat ze een hustle doen. Maar het begint nu een beetje andere vormen ah, daar ja, te zien. Dus, daar... dus men moet echt gaan zitten nadenken. En niet alleen één orgaan. Ja, maar gewoon je regering, arbeid, je sociale zaken. Hoe ze dat moeten doen. Maar immers met je eigen man. Kijk, we zeggen het ook. Politie, politie is veel meer dan... Die verpakken, ja. Isabel, Je moet veel meer investeren in je jeugd. Geef ze iets om te doen. Make them doers Dan hebben ze minder tijd om bepaalde dingen te doen. Ja, ja. Ja, toch. Dat ja, ja. heb <coughs> <laughs> nee. ja, 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 ja. ik allemaal van kinderen altijd bestreden. Maar je moet niet zeggen allemaal RBT, train Biggie Boos, zoet man. Nee. Begrijp je? Bege, begin daar. Start een schoolcompetitie, een slagbalcompetitie, een volleybalcompetitie. Laat die kinderen van 6 rennen. Ja, Begrijp je? Ja. Kiep ze een beurs, breng ze naar frans naar gaan Kompiet, naar Diamanda P. Breng ze van district naar district. Zoek naar bezigheden voor die mensen. Kijk wat mijn kinderen. Mm -hmm. Ze hebben, ze hebben, dus efficiënte maschema. maar. Hm. <laughs> Swem, uh, zwemles. Yeah. Dansles. <laughs> schoollessen. Dus ze hebben, ze, hebben zo, ze hebben echt weinig tijd. Maar dus eigenlijk, Je moet kinderen bezighouden zodat ja, ze geen kwajongen streken. Ja, uit... Maar Abra Brokina, hm. ja. je doen. Wat ga je doen? Eigenlijk is het misschien een idee. Ja, maar dan gewoon politiek. Ik heb daar geen zin in, eerlijk Ik ook niet. <laughs> ik, ook niet, ik, ook niet. Ik, heb, ik ben de laatste tijd wel bezig met um, de, het milieu en de dieren en zo. En het is iets ook dat ik bij de, bij jullie, met jullie wil bespreken. Want bijvoorbeeld, er is een nieuwe dierenwet, heb ik begrepen, of er is een dierenwet. Bijvoorbeeld dat honden en zo niet meer zo mogen worden mishandeld. En ik heb bijvoorbeeld wat mensen binnen gehad, zoals Monique Pool Zij is een CNN-hero. En ze zegt: wanneer er wordt gebeld dat een hond wordt mishandeld, dan neemt de politie het ook niet zo serieus. Is dat, is dat waar? <laughs> 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 Mila, antwoord. Ja. Huh? Ben je ooit uitgereden <laughs> om een no, dier no, no, te no, no, no. hebben? Dus ik heb nu zo'n geval. Ik heb nu van zo'n geval gehoord. Ja. Maar noeit, me, noeit, kijk, Miroko. Als jongen je, ja, me een nieuwe haven, een ah. nieuwe grot. Nee, de man bij al Guillaume, dat ik even aai, de man dat ik Dus <coughs> ik heb er voor, dus dat is nog moeilijk. <coughs> ja, nee, maar is waarom ik dit aanhaal, is omdat ik wil dat die beesten meer. Er is een dierenwet. Ja, klopt. En af en toe, waar we behandelen de beesten, is eigenlijk ook een... Uh, ja, dus ik wil weten, vind je dat jullie daar wat meer aandacht moeten besteden? Of? Ma, 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 Eva, maar, 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 ik zo aan jullie. De politie, jij bent de voorzitter, dus ik... Ja, ja nah, maar, nah, maar, dus eigenlijk, ik heb... een... Ik, 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 no. Oké, okay, maar ik heb een zaadje voor je geplant. is wat ik Ja, ik heb een zaadje een, een voor je geplant om ja, okay. wat meer aandacht aan dieren te krijgen. Ik zit nu opnieuw, ja, van Ik kijk ernaar. Maar natuurlijk, je kan mishandelen, want dat vind ik persoonlijk. Als je niet van honden houdt, is Maak een schutting. Ja, want zo mij bij Wanda en mij put aan een Kitty. En dan drie weken later is hij nog steeds op dezelfde plek. Dat is Ja, Ja, nee, maar het is de man. Geef geven hem elke dag eten? Maar als je hand maar drie meter laat lopen, dan ben je een beest. Mm -hmm. <laughs> maar goed, de reden waarom ik het heb gezegd, is dat ik vind dat de politie wat meer aandacht er aan moet gaan besteden. Want ik zie vaak ook bijvoorbeeld dat. Uh, als je bijvoorbeeld op de hoek van de kernkampweg en de <coughs> Jannes dus Mungerastraat. heb je ook een man die tien papagaaien in zo'n kleine kooi zet. Mag de politie dan optreden?

en bepaalde mensen niet, ik ja. kijk mijn vrouw bijvoorbeeld, even na had hadden we niets thuis, <laughs> nee, maar mijn je... kinderen bijvoorbeeld, ja, ja. die vinden dat we poesen moeten hebben, een grote kooi moeten maken van 5 bij 5 ja. om mijn geitjes te zetten, al die dingen. Maar ik bedoel van mijn vrouw nooit ideeën, nee nee nee, nee dus, geen tijd voor ik, ik, ik ook komt, niet van, ervan, ik ook niet van katten, maar als er een kat vast zit ergens, dan moet paura ja, best wel, wel. min aflopbest, beest. Nee, maar ik bedoel van thuis bij jou, chaco in jou of zo. Maar alle mensen houden niet daarvan. Ik ook niet, ik vind dat een dier vrij moet zijn. Ik, ik hoor ik alleen bij honden, Isabi ja, toch? Ja, ja. Omdat honden, de manier je piebo bewaakt, Isabi, als je he aboendago, heb je van, iets klopt niet. Ja, maar een hand kan je schoppen slaan, alles maar het is het meest loyale beest die je ooit tegen gaat komen. Het is loyaler dan je beste vriend, mm, dan je moeder. Mm, je hond leeft voor mm, mm, jou. Yes, heb ik ook gezien. Dus, uh, ook maar goed, nu gaan we een beetje op scootertory. Uh, vraag je, wanneer, de politie toch, moet zich altijd houden aan wet en regelgeving. Niet alleen de politie? Ja, nee. De burger doet het <laughs> niet zo goed. Ja, een, nee, 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 maar ik heb het over, dat is jullie hand, dat is jullie bijbel, toch? Mm -hmm. Maar dan, stel dat er beleidsmakers zijn die die wetten maken, en dan zie je dat die persoon bepaalde wetten brengt om zichzelf eigenlijk te beschermen. Mm -hmm. Dus die, die mensen maken die wetten om zichzelf te beschermen? Ja. Is er dan niet een mogelijkheid voor jullie om te zeggen dat nou, dit is een criminele daad is? Ja, maar dat is de mens toch? Omdat if, als wij, mm -hmm. met wij jij en ik zit in een ruimte toch? Ja. Dat is mijn Giwang Gong. Ja. Een van ons moet doodgaan. So, so, Wie gaat dood? Ja, maar, maar bij papie, hè. Ja. <laughs> <laughs> nou, <discussion. laughs> dat is kusjanda is een keer bang. Want ik moet toch blijven? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, nou ja, Isaac, dat zelf. Als ik die wetten moet maken. Ja, maar jullie zijn dus de politie. Kan je dan niet zeggen, hé, hey, no, jij bent fire bezig. Dus al heb je op een blaadje en een pen iets geschreven, Dat is niet van ons hoor. In politica dat Je hebt wetgevende, uitvoerende, naar... Na, Wat kan het trouwens? Naar de na, rechter. Juist. Yes. Wetgevend, de maatschappij heeft wet. Dan gaan we terug naar artikel 7 van de grondwet. Mm. De regering en DNA. Yeah. Dus die maken de wetten. Mm -hmm. En wij als politie moeten maar uitvoeren. Ja, maar wanneer je ziet dat één orgaan, gewoon grof gezegd, kringtakkie, vaja is en corrupt. Mm -hmm. Dan de politie moet dan ook zeggen, hey, ik als beschermer van mijn mensen, moet ook die man terug kunnen trekken. Misschien moeten we dan nou een concreter voorbeeld gaan. Um, Covid. Mm -hmm. Covid. Mm -hmm. Lockdown. Iedereen zit thuis en de wetgevers en de mensen die jullie zeggen om thuis te blijven geven gewoon feest. Jullie weten het. We wonen in Suriname. Maar de mensen, blijven ook niet meer thuis. maar dat is het geval? En die mensen feesten ook daar. hoe is dat begonnen? Want eerst ziet men toch zeg wel. Ja, ook als je kinderen hebt, toch? En je zegt die kinderen om thuis. Je zegt je zegt die kinderen van reis is niet goed, maar je die reis. En en de meisjes daar, al die enjali's, moet je geven maar bulgur. Ja. Ook nou, je je, je, je niet alleen, maar ze moeten alleen gewoon vissoep drinken. Ja, ja. Papa, zodat je niet thuis bent. Enkele wie zie dat als je maar je ja maar Dat, bedoel dat ik, is gebeurt er, niet. Maar dus is het niet dat omdat die mensen niet zijn aangepakt? Dat is, het, dat, is het, dat is het, dat is het, dat is het. Dan moesten die mensen worden aangepakt. We, we wonen in Suriname toch? Weet weten allemaal wat okay, zich dat vind, afspeelt. Oké, okay, nu heb je een Delta-variant die aan onderweg is, of het is er al. En ik verwacht dat ze weer een achterlijke lockdown erin gaan gooien. Wat is jouw mening over die lockdown? Luisteren. Want ik weet dat het idee daarachter is goed. Maar het werkt niet. Krientak. Luister, voor mij mogen ze die hele lockdown weghalen. Toch? Oh, ik ben blij met deze uitleg. Je moet die hele lockdown weghalen. Ja. Dan moet je die mensen als het ware laten om dood te gaan. Toch? Oké, okay, ja. Yeah. Dan ga je zien dat automatisch de mensen naar de regels. Ik heb mensen in mijn oh, families. Okay. Luister, luister. Ik heb okay. mensen in mijn families, toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja Gisteren ja, ja, ja. nog, meneer Gebelmis heeft een meisje van 11. da suhu ho na minas sa mi na uniform to to come in forum ko dis dat di mi ruka yo stila inom guascoro yamut yamut yo mut mana suka yo mut chamu der khial sti para sis da da pek der khasa o da ne ne nee. mi tak ya di de ngasei khut yo mut ni tois blay fa ti gwe im ta fi fi di dai kombaka lo fan om mensa ta se ya yo Je moet thuis blijven, je moet niet stelen. Wel stelen, hoor. Foeroe toch? is de beste leermeester. Ja toch, kom eens maar. voer vind ik niet? Zeg ze, trek je mondkap aan. Blijf overdag over straat. Ga feesten. Reverse psychology. Dit heb ik hier. Ja, ja. Dan ga je zien. Allemaal weer mondkap automatisch. Niemand gaat meer feesten. Luk om in het ghetto te eten. Ja, ja. Ik zie die dingen. Ja. Daar, bij ons, in het ghetto, vinden ze het nu. Niemand is covid wel ietsje serieuzer. Mm -hmm. Want in het begin, dan het ze elite maar bij ja. Maar nu, aan die arme <laughs> mensen zoals ik, yeah. de meiden doen dit toe. Oma, deden, opa, deden, iemand van Amerika, deden, voor vivi, maar de deden. Dus bepaalde fans, ze gaan, no, no, no. Ze gaan een nieuwe Dus laat dat ding, laat dat paar van ze doodgaan. Allemaal nog, hoorde Wie is alle familie, twee, drie, deden, dan ga je zien hoe serieus dat ding gaan nemen. Maar als je het als regering op je neemt om die Mensen op het scherm. Zo so willen niet, zo so willen niet, zo so willen niet, zo so willen niet, so wille niet, so wille niet. Broeder, ik ben bijna elke avond over straat. Je hebt nog net en geen file. Hè? Dans, als je dansen ziet <laughs> met alle bands van Suriname. Dus gewoon zoals, zoals met Go Met naar dansen met lukken. Ik dacht, serieus? Het leek gewoon normaal. Dus, mensen hebben gedacht, ja, Die mensen maken zich geen zorgen. En als je me vraagt, corona, is corona. Hoe wij moeten doorgaan met onze dingen? Want alle bedrijven gaan kapot, toch? Dus daarover wil ik. Het. Daarom vraag alle bedrijven wat, gaan kapot. Niet alleen de bedrijven, de families, de gezinnen, alles, alles gaat kapot. Alles, alles gaat kapot, dus meer je man. Verantwoordelijkheid, toch? Ja. Laat het op die mensen om zichzelf te beschermen. Dat ga je zien, dat kan ook. Go. Maar. Dus daar. <coughs> nu je dit hebt gezegd, is dat de reden waarom nu men wat. Flexier zoek op straat als politieagent met de burger? Want ik ga eerlijk dan zeggen, om eens me scouten met hem op straat. Hé, hey, hé, hey, Maar, is 11 uur avonds, maar gewoon, bijna corona moe. Arkena, die poli uh, de politiemannen zijn ook niet dom. Ja. Ze zijn ook niet gek. Ja, ja, ja. We zijn, we zijn nog, nog net met ons 1500 politiemannen. Ja. Voor geheel Suriname. Toch? Als je lockdown overtreders ziet, je weet dat die man positief is. Ja. Je hebt niets bij je. Ja. Ik denk, yo, Longo Kisama, je weet hoeveel politiemannen dood zijn gegaan.

omdat ik zomaar loon dit, loon dat, loon dat. Want uiteindelijk, je wou dit. En toen was SZF ook bijna niets voor ons. Maar is het dan niet dat. Hebben jullie de, wie de regering dit? De leiders van. Hé, hey, waarom jullie bezig zijn? Want, want kijk. Daar regering we alles. Willen ze dan niet luisteren? Ze zijn niet blind toch? Nee, maar willen ze dan niet luisteren? Ja <güls> nee, maar nog doof toe toch? daarom. <laughs> de, kijk, want ik, nogmaals. Ik zie een heleboel ondernemers kapot gaan. Toch? Heel veel. En, en mensen onderschatten het. Want dat draait een land. Weet je, uh, je hebt die je hebt, je hebt ondernemers maar, niet, nodig. Niet een land hoor, de wereld. Want kijk, kijk <laughs> ik, ik, ik heb Surinamers toch? Ah, We hebben een mindset. We leren onze kinderen om naar school te gaan. Om een masterdiploma te hebben, om een ambtenaar te worden. Juist. Ik train, ik train mijn kinderen om naar school te gaan, om daarna ondernemer te worden. Begrijp je? Omdat, luister, werken doe je om een huis. Een drie en een fit te hebben. Uh, Toch? Ja. Yeah. Als je een iPhone wil hebben, als je op reis wil gaan, moet je veel meer doen. Klopt. Toch? Moet je elke dag vijf uur in Ja. Yeah. Dus wanneer die anderen nog slapen, moet je opstaan in Wikiba. Wanneer dan. die anderen naar bed gaan, kan je nog niet naar bed gaan. Begrijp je? Dat is wat we die kinderen, die mensen van ons moeten leren. En dat doen we niet. En mensen zien corona als een gevaar. Maar corona is geen gevaar. Corona is eigenlijk een challenge. Misschien. Toch? In tijd, dus kijk, zoals bijvoorbeeld, weet je hoeveel mensen hier? Jeff Bezos en die andere mensen. Zij mm. zijn dat Corona toch, toch rijker geworden <twelle> Ja, toch, omdat. Joy ook, ja, De de, de mogen ook mo mo online toch. <twelle> die mannen van uhm, alcohol en al die dingen. Ja, zo kun je drinken als je het Begrijp je me? Yeah. Die mannen van, ik zag gisteren iets moois waarmee je uh, je kan desinfecteren. Oh, een beetje mooi spuit bij me zo. Yeah. Zonder Corona zou men die dingen niet verkopen. Klopt, klopt. Dus, we denken niet zo, niets moet je als een, pro moet je als een probleem zien, je moet, dus in welke situatie dan ook, moet je kansen daar gaan creëren. Jeet. En dat zouden wij als land ook moeten doen, in plaats, van, in, in plaats van te denken om mensen op te sluiten. Ja toch, uit alles moet je, dus men moet rendementieel denken, uit alles moet je proberen om een hogere rendement te halen. Maar dat denk ik, ik moet weer, weer deze man. <laughs> <laughs> nee, maar <laughs> de reden waarom ik het blijf aanhalen is. Je wat je aan ik, ik, rekening, ja, nee, want Adelta, ik kom en een Lockdown. Ik heb, ik heb, gisteren had ik een takje met een Matti van me. Maar ik van... Um, hou je nog aan die Lockdowns? Ik zei: Weet je wat, dan ben ik misschien naar PCS of FaZANING. Want ik ben er allemaal van. Want dat ik niet, moet, ik moet werken. Ik ben allemaal moe. Ja, maar ik moet werken toch? Natuurlijk. Ik moet gewoon werken. En, 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 en als, ik, als ik zie dat alles stuk gaat, maar mijn sport hoort hoor, misstreep naar de regels. Dit, dat, zo, zo. Maar juist de mensen die de regels hebben opgelegd, hebben allemaal COVID gehad. Die man die mij schreeuwt, je gaat dood ervan. Leeft nog steeds. Die man is een fossiel. en hij leeft nog steeds. Als een somme het zelf kan halen, hou de eerlijk. Die man is al bijna duizend jaar oud. En zo heb je nog een paar van die gasten daar zeg je, jonge jongboy in Tana meer jonge jongboy zeg je, want mijn bedrijf moet ik nog redden. Die man, man hebben middag genoeg gehad, genomen en, en gekregen. En, en, en niemand die no, man, nee, je helpt hoor, noem je pieters. Ja dus. toch. Dus ik bedoel op een gegeven moment dat het iets van. We have to find a solution. Maar denk je, je niet moet, dat dit, dit gaat leiden naar grote vormen van burgerorgioor? Maar, maar dat is het al toch. Want ik heb dit nog nooit meegemaakt dat nee, ik zelf als hey. burger nog iets heb van maar in dat, de ma auditorie maar, maar dat is het al toch. Elf uur s'avonds. Ja. Yeah. Leg je dat nog net geen file De yeah. politie kan niet optreden, Want er zijn meer dan 10.000 mensen op straat. Dat ga je doen. Iemand jaar allemaal wapen wil zien. Met hoeveel mensen? Met één bus? Met tien politieambtenaren? Want ik was laatst mijn papa Ik was bij hem. Om tien uur, maar ik denk ik even ga ozen. ik ik wil niet in die drukte rijden. No, 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 no. Ik ga ik no, no, no. later naar huis. Want nu allemaal Maar nee, wat doen de meeste mensen nu? Dan merk ik de, de afspraken voor tien, elf uur. Want dan is het rustig. Is het rustig op de weg, ja. Rustig op de weg. Ja, ja, ja Want meestal is een. Tussen... Dat wil ik je vragen. Hè. Wat ik merk is dat mensen. Sommige mensen zijn per ongeluk zo laat op straat. Mm -hmm. En dan raken ze echt in maar, paniek. Maar de meeste, boos. Nee, 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 nee. nee. Maar je, je ziet wel dat er soms van die paniekerige mensen in het verkeer zijn. Maar je rijdt bijna 300. Om voor zijn tijd op uh, thuis te zijn. Zo, is het niet dat er nu wat meer auto-ongelukken zijn rond die tijd? Boy, dus je moet zelf nagaan met dodelijke afloop. Hm. Al die dingen. En dan heb je het dat je ik niet Als op je morgen en morgen en morgen. Kijk nu weer. Highway. Vier doden. Drie doden. Oké. Okay. Maar in een jaar gebracht. van lockdown, toch? Ja. Dan moet je nagaan hoeveel doet de het Iets van 50 zoveel? Het is echt niet minder dan die andere jaren zonder lockdown. Laten we gaan naar die. Had naar je 70 of zo, toch? Ja, toch. Kwam, laat iemand me vertellen wat de voordelen zijn van lockdown. Hier in Suriname, in Nederland en waar dan ook. Niets. Kijk, de gedachtegang achter lockdown snap ik. Zet iedereen in een hokje, telecasting gue. Maar dat is, dat is utopie. Snap je toch? Dat gaat niet gebeuren, want eigenlijk als je kijkt naar Suriname, zouden wij Suriname kunnen echt kunnen lockdownen met die grenzen en alles? Nee. Realistisch? Bas, we gaan al naar twee jaren corona uh -huh. en zo zijn er nog honderd, honderden jaren corona, corona die moeten komen, dus net als wat ik zeg, lockdown en op corona blijven focussen. En naar oplossingen. Is er dan een mogelijkheid dat jij, als voorzitter van de politiebond, nu zegt van: hé, hey, ik moet mijn mensen beschermen? Mijn collega's. Uh, we zijn nu bezig in plaats van echte criminelen, uh, corrupte politici die nog steeds niet zijn opgehaald, uh, dieven, rovers, alles wat te maken heeft met echt politiewerk en ja. begeleiding natuurlijk. Is het dan niet tijd dat we zeggen van: hé, hey boys, regering, ga een wachtersbedrijf dan zoeken om het een particulier te betalen, maar die share. we zijn niet hiervoor opgeleid. Luister, als politieambtenaar. Kijk, dat is eigenlijk niet geen taak van de bond. Maar als politieambtenaar werk je onder het bevoegd gezag. Ja, dus ja. aan de ene kant heeft de man ook dat nabeleid voor de man. Ga je dat moeten uitvoeren? Als vakbond probeer je toch zoveel mogelijk van je mensen te beschermen. Ja. Binnen dat beleid dat de regering. Probeert uit te voeren. Maar dat wij als vakbond zouden moeten opkomen en zeggen: maar, nee, dat gaan we niet meer doen. Want het is toch meer dan duidelijk dat men de militairen moet inzetten, dat men de BBS er moet inzetten in plaats van de politieambtenaren. Yeah. Wat je de politieambtenaren zegt: voor, kijk, als politieambtenaar moet je het veiligheidsgevoel genereren. Yes. En daarvoor heb je, heb je een bepaalde opleiding nodig. Mm -hmm. Lekker, kijk, de overheid bijvoorbeeld in, Surië, in bepaalde landen, kijk, je hebt je hoofd niet voor niemand al mm -hmm. om op je schouder te zetten met een... Veel wel. Pro, an, of voor weer een pet. Ja. Yeah. Dus je hebt je hoofd met dat grijs ding erin om te denken. Ja. Yeah. De staat neemt bijvoorbeeld mensen om te bouwen mm. en bepaalde dingen. Militariseer, neem bijvoorbeeld 2000 militairen in dies. Yeah. toch? Die mensen zijn militairen, je betaalt ze. Geef ze dan bepaalde werk om te doen. Maak de man gaan bouwen, maak de man werken onder de OE, het zijn militairen die van zijn kong en het zijn gedisciplineerde mensen. Mm. Maar nu heb je een leger met vijfduizend mm. mensen, wat doen die vijfduizend mensen? Wie is dong? Yeah. Wat doen ze? Niets. Maar ik je de militairen capabel gaat zijn? Want die wordt minder geduld volgens mij met burgers om te gaan. De, maar was die schat boos? Nee, 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 nee. <laughs> maar niet alleen militairen, toch? Dus, dus okay. als je nu... Met bijvoorbeeld 40 politiemannen bezig moet zijn. Mm -hmm. Dat zou je gewoon. bijvoorbeeld 15 politiemannen nodig hebben, met 60 militairen. Heb je één politieman, drie militairen. Ja, maar er lopen geen gevaar bij de grens op dit moment, echt van een buitenlandse vijand. Dus ik bedoel van als land zelf, ja, maar ik, ik, ik blijf ik het zeggen hoor. Mm. Een land, een land toch. Een top. Uh, een top, ondernemer, mm. top zakenman. Die mensen moeten echt land draaien, want die mensen focussen op wins, mm. vooruitgang <coughs> en geen mensen die nooit aan baas zeg maar. Oh, hebben gedraaid. Bepaalde yeah. man, bepaalde mensen nooit nooit op wacht gezien. Amanda yeah. Minister nooit no, nooit Amanda rei wa afdeling. Ja. Yeah. Oh, oh my god. Van jij denkt de rei een ministerie of of de <laughs> rei die, die man weet niet wat die man weet niet wat heb je Be ervaring? Nee, no, je moet je soms opstaan op je op telefoon. Hé, hey, baas, kijk, dat moet gedaan worden. Klaar ja, ja. tempo. Je hebt een bepaald bepaal tempo nodig. No time to lose. Ja. Kijk bijvoorbeeld iemand als Achai Ach 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 Berzin. Ja. Minfin. Ja. Je ziet dat die man. aan mij is een heel kabinet. Die man ja. is gewoon <laughs> iemand anders. Omdat die man ja. van Assyria komt. En dat is ook je? een, een goede vriend. Ja, dat ja, kijk. Ja, omdat bij, Berzin. Toen bij Assyria zat. Die aandeelhouders willen niet weten. Ja. Tij gaat dat de man wins. Begrijp je? Yeah. Maar iemand die van... Ik weet niet waar komt iemand die... Oh my god. Noem het gewoon. Iemand die van bijvoorbeeld van een, een supermarktmanager komt. Ja. Yeah. Ik begrijp. Amana man Baby babymelk stapelt aan zegt... Die man <laughs> komt zitten, die man moet proberen. A, de man gaat met een voor de um, man um um, um um Begrijp je? Uh, maar... Maar ja. <laughs> ja, het is eigenlijk heel triest. Ah, het is super triest. <clears throat> maar dus... Uh... Kan het zijn dat omdat ze een beetje ivoretoren syndroom hebben, mm -hmm. uh, ze niet weten wat er werkelijk in de praktijk gebeurt? Ja, toch, dus die, man, om je te zeggen, die mannen zijn geen realisten, die mannen zijn geen realisten. Die mannen sap Die dus Abastrati. Ja. die mannen zijn sap 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 dat sap 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 dat sap 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 je mag van de universiteit komen met een master, yeah. maar van de Street University moet je minimaal een bachelor hebben. <laughs> wat een ja, toch, kijk, iemand als Gregor Gregory Rusland bij, bijvoorbeeld. Street <laughs> University, amano, op lagere school niet eens. Begrijp je me? Begrijp je me? Nou, is toch de realiteit. Amano, amano, maar, maar, maar... Maar wat gebeurt er, man? No, dat je zegt, amano, PhD, am, isabi, dus theorie, amano, ah, ISO, je make... begrijpt.

Maar die mm -hmm. de, de, de Marana yeah, yeah, is niet yeah. alleen ja, maar. Die, die is altijd naar Full Street. Ja, ja. Maar die mensen juist andere. Die mensen zijn die andere mensen. Maar ik bedoel van. <coughs> de beste mensen die we hier nodig zouden hebben. Dan mag, dat, en zelf hebben we ook bij de politie hoor. Mm. Je mag inspecteur zijn, maar als je you in know, Abbas staat, dan mag je master in strafrecht ja. zijn. Je zorgt <laughs> <roto'> allemaal. Je zorgt <laughs> allemaal aan Jonko. Juist. Maar leg je hem uit, je zorgt allemaal aan Jonko. Persoonlijk ben ik zwaarder tegen, maar goed. Ja,

Ik ben een realist en als je me kent, 18% procent van die. Ja. Omdat ik heb bijvoorbeeld. Maar ze hebben anders gepresenteerd. Ik heb, ik heb een stukje van je gezien op TV. Misschien was je boos die dag. Uh -huh. Maar je bleef maar boos kijken. Je zat echt zo... Waar, waar? To the point, no point. Nee, de man is niet aan het maar de maat is niet aan het Maar hoe kan het dat jij zo goed hebt gepresteerd als je kijkt naar je track record? Yeah. En je werd zo zwart gemaakt samen met Hellings tijdens die verkiezingen. Je springen van ik de haak op de tak gewoon. Ik heb niet zwart gemaakt. We hadden met een paar gekke mensen te maken, begrijpt u? Nou, van mij gevoel hebben ze niet positief overigens gesproken. Sinds de verkiezingen nooit meer om Maar is je de cijfers toch? Hij het lach, het 70% uh -huh. van de stemmen hebben we behaald. 70%. Maar ze hebben je aardig gecriminaliseerd. Ja, 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 maar we, we ziet hier, Aladdin, samen, ze waren niet eens de helft van ons. Oké, okay, wat zouden ze anders doen? Om ik weet het niet, de, de, bij mij gaat het erom. Zij zijn de volk, ze zijn nooit meer om uh, mm. dus, man. Maar En die man puur toch, dus niks aan man dat niet klopt. Dus daarom werd ik kwaad. En daarom ben ik het me vreselijk. Ja, want ik zei, dat je heel boos was Mama mama. Ja, dit allemaal agressief. Misschien is het dan met in die begrepen hoor. Dus daarom wil ik met je zitten. Hey, dus, Arkin, luister. Surinamers, hoorde ervan. De president komt of de minister. Ik kon hem op rood woord rode looper. Wie is de eerste en de tweede? Jeeeeeeeee. Maar hij werkt eigenlijk voor ons, maar goed. Ja, toch, ik ben minister. Ik naar president. Alamang, ik ben Broer ik heb een andere visie dan, oh. yeah. mina saak niet kon vervoeren. Yeah. en dat heb ik ook al die mannen gezegd, want laatst koren ze weten hier maar heel zonde so, niet besturen met me je hebt er bijvoorbeeld gezegd wat misnevelt yeah. ik ben goed op de korenfjien, maar bijna al die wek is Ja omdat ik heb, mina, evenstand is moest duwen, dat ik dat ik dat ik dat was aan Ik baan, ook tak, contact te kangen yeah. met. hoe legt men aan uit? er zijn regels, binnen de regels moet je blijven, mm -hmm. maar je snelheid, je tempo en alle mm -hmm. alle regels hebben uitzondering. En dat, dat is dat, heeft gemaakt, toch? Dat ik als ver heb geschopt. Omdat ik zei: Minate, ik was op de universiteit jaar 1. Luister goed. Dan heb je eerste, tweede semester. Ja. Yeah. Het is eerste jaar. Tweede jaar heb je derde, vierde semester. Mm. Tweede en vierde vallen samen. Oké. Okay. Jij, jij zit in jaar 2 mm -hmm. en ik in jaar 1. Ja. Oké. Juli einde, einde jaar 1, einde jaar 2, mm -hmm. dan hebben ze her. Dan maak je een her van vierde semester en ik een her van tweede, tweede semester. Maar voor jaar 1 heb ik al allemaal vakken gehaald. En men zegt, om die vakken van jaar 2 te maken moet je 70% meer hebben. Ja. Dus in juli, in juli, augustus stond ik dan op, op het punt om volgend jaar naar jaar 2 te gaan. En jij van jaar twee had her in oorlogsrecht, humanitair recht. Ik ben gaan intekenen, want ik volg de les. Ik ga tekenen en misdoen met de les. Ik ben nog geen tweede jaar student. Ik zeg, men praat niet over tweede jaar. Mensen om de vakken te maken, moet je 70% hebben. Dus ik was in jaar één en ik ga jaar twee vakken. Heb je ze gehad? Ja, ja, ja. Otak, tak takk, 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 takk. Mijn man van ja, je maakt het dan onder protest of no? something like that. Ik ben niet zoals je zelf. Hoe hoeveel dat dan uit? Je me het cijfer. Dus toen ik in jaar twee zat, had. had ik al drie pakken gemaakt van jaar 2. <laughs> ik toch. Dus het mag toch. Yeah. Waarom zou je moeten to wachten tot je, je bent binnen de regels? Tot, uit, tot en jaar 2 voeg ik het klaar. Punt uit. En hoe? Wat is je motivatie eigenlijk geweest achter dit alles? Want je hebt een bepaalde drive. Kijk, mijn motivatie is altijd proberen om anders te zijn. Maar Goed, waarom? En, ik zag het toch, dus mijn situatie toen, mijn moeder, mijn vader was niet goed toch. Mm -hmm. kijk wat mijn vader, we bleven gewoon in een drie bij drie. en mijn vader was vaak in het bos, ik was vaak met mijn moeder. mijn moeder die moest hard werken. Mm -hmm. en, dat van, dus, en daar heb ik ook zoveel respect voor vrouwen toch. Ja, ja. dus je noemt kwam naakwafel op een en ik kan ook in andere gevallen gaan pioen mijn naakwafel. want dat sla, no, no. dus ik slaag gewoon door. ik sla gewoon door, omdat als kleine, als kleine man was ik vier, vijf. Ik zei mijn moeder af en ik ga alles doen, boy. Maar zo, zo, in Ouroko. Ja, ja. Dus toen begon ik daar met alles te helpen. Mijn begin was scoren. Gelukkig ga ik dingen bedoeling. van, no. En ik zat te kijken toch. En je loopt toch. Want je kijkt, okay, je bent niet blind, je bent niet doof, je bent niet dom. Meeste mensen. Je loopt. Je ziet, maar wat hebben mensen gedaan? Mannen in mijn omgeving, die mijn me besmokkeld. Ik dacht van, boy, man, hoe mannen smakken smokko zo'n <coughs> Amma, dus, zo bereik was aan do door te roken. Ja, 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 ja. Maar dan ging ik spelen en ik was gewoon, Oké, zo kampioen kampioens spelen. samen bereik, niets. Ja, ja. En dan keek je, hé. Hey, de zelf van de mensen, wat, wat, wat hebben ze gedaan? School, school. En voor mij, ik, 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 had geen, ik, ik, ik had geen andere mogelijkheid. Dus ik zat bij mezelf en ik had een soort van wraak: van nou, we moeten opkomen, we moeten het maken. En, had ik, en daardoor heb ik een bepaald snelheid gecreëerd. Toch, ik zat ook op school op HAS bijvoorbeeld. Hmm. Dus toen ik op school was, alou rook ik alscoro. Wie betekent naar manier gaan kan. Er zijn tegels daar. De tigers naar Michiel den Weekend had ik een heel team op poort, de podium tegen begrijp je? Dus ik had een zorg van snelheid van, nou dit kan niet. Ik was als ik 17 zat ik op HAVO. Dan ben ik zelf bij

Dat heb ik gedaan in oktober, november, december. Toen had, Ik iets van 1500 dollar. Dus toen zei: ik ben in. En Ik zei: ik ben een man. Ik zei: ik ben next. Ik verklaren. ik Maar omdat Ik ben man. Ik zei: ik ben een man. Ik zei: ik een Ik zei: een man. Ik een Ik Heb ik ben een man. Ik Maar dus, ben een Ik zei: ik ben

Mijn mannen weet op Nederlands. Mijn mm -hmm. papa weet Nederlands. Welke taal spraken jullie als Ook oké. Okay. Dus ouders, ook, ouders ook doen. tramang In mijn situatie, de mij Ik daar zijn op tag niet Nederlands. Ik ga gewoon met mijn moeder, want dat is toch mijn situatie. Dat na zo'n wat dit ook. Ouders, is is het zo erg dat mensen zich schamen? Ja, man. Hè? Voor je heritage. Broer, kijk, bijvoorbeeld lager op school, mijn begon a bad slipper. Ja. Yeah. was alles behalve prettig. Isabi, kerst, ja. kerstfeest. Kerst, Allemaal weer een mooie burkunanga, mooi soujimi. weer een, weer een Ja, ja. Maar ik, ik vond het niet eens erg, want ik, ik wist van: Dit ben ik vandaag. Ja. Maar dit zal ik niet morgen zijn. Isabi, toch? Wie heeft je die <coughs> zegen gegeven? Ik zie het als een zegen. Om eigenlijk alles wat men ervaart als negatief hmm. te gebruiken als gasoline voor je tank eigenlijk. Want Inderdaad. dat doe ik ook. Omdat, omdat je het aan het mm. hoe meer je me wakker maakt van je tank, jongen. Ja, je en, weet het, oh. En hetzelfde, maar kijk. Zegen. Ik zie het als een zegen. Ja, toch, er is sowieso iets tussen aarde en hemel, je Er is sowieso een almachtige. Ja. Naar onze mening. Er is sowieso aan het groeien ja. ja. Maar een bepaalde... Ik heb gewoon een bepaalde drijfzweer in huh? me, je uh -huh. Ik heb gewoon een bepaalde Motivatie in me. Wie is nog playbal? Maar wanneer ik op een voetbalveld ben, geef ik alles met longheer, met, met, met hosel. En zo zit ik ook in het leven. En, zo probeer... en niet nu, vanaf begin af. Want kijk, ik ben al bijna 14 jaar met mijn vrouw toch? Ja. Mooi. Op, we zaten samen op, hoe heet dat? Op SGL. SGL? Ja, het is okay, oh, dus yeah. nu HHS. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We zaten samen. Maar ik probeerde altijd met, met haar te praten, maar ze zei, hadden... ze is ze een hele lieve, rustige dame. Dus dan denk ik van, dat ben ik gek, hè, maar hoe? <laughs> dus wanneer ik daar eens van, hé, hey, hoe is dit? dat? Kunnen we eens kunnen samen doen? Ja, 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 U Eindelijk is ze gekomen. Yeah. Dat is dat door, toen we spraken. Yeah. Dus sinds die dag, sinds die dag was ze weg van me. Maar, was het, maar je ziet wat ik zei daar toen. Yeah. En alles aan zijn betekenis, toen, ging hmm. toe. Ik zei ervan: luister nu. Hmm. Je hebt een visie. Ja, toch. Dus ik, ik zei ervan: luister, laten we HAVO afronden. HAVO Af, afronden, gaan we naar Schakel. Schakel, ga ik werken en studeren. Ik ga werken en studeren. En na onze bachelor een huis kopen. Daarna een bedrijf opzetten. Ons master hebben. En tenminste op onze 25ste. Moeten we al een huis en twee auto's hebben, Op onze dertigste moeten we beide onze huis hebben. En toen agie het bedrijf. Dus mijn ABA-tje is ab toch? <coughs> maar laatst zei ze me van... Ik dacht van, wil je nog praten? Ik voor je hebt toch een beetje meer verstand dan die andere. <laughs> Magie, torivie. Nee, maar ik ben blij dat je dit zegt. Ja toch, blijven. en ik zei er toen van... Want zij wilde altijd... Dus ze had een examen met Abito, dus zij... Dus... In bedenken, studeren. Ja. Naar school gaan. Werken een werk mensen. Een werk hebben. En ik zei daar toen van nee, maar, dit, maar ja, dat was, het was wel moeilijk om er, daar te overal om iets anders te doen. Maar ze heeft toch assistentchirurgie gedaan. Yeah. Maar vandaag de dag werkte ze niet. Ze zit in ons company, begrijp je? Ja, ja. Dus hoe, 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 nogal... hoe belangrijk is je vrouw de rol geweest, denk je, um, in jouw carrière? Denk je dat als zonder ik zo, ik zou heel andere mensen... Weet je waarom? Kijk. Okay. Yeah. Wij als het hebben een bepaalde... Denkwezen, visie. Maar dat is de mens. Me Elke <coughs> groep heeft een bepaald iets. Juist. Yes, yes. Begreep je? Mm. Kijk bijvoorbeeld de jongens van Parijs, bijvoorbeeld de Mana Ja. begreep je? Ja. Yeah. Je hebt een andere groep, een andere denkwezen. Mm. In mijn visie, bijvoorbeeld, ik ik een heel ander mens. Dus zonder Bianca bijvoorbeeld zou ik vandaag nu een range Rover en een Benz hebben. <laughs> <laughs> ben, ben <je? laughs> ze houdt je dus eigenlijk <laughs> ja toch? ze houdt je eigenlijk la, laat me het goed zeggen dus het is belangrijk ja maar super belangrijk om een partner te hebben die je ondersteunt ah, ja. maar is het dat jij daar haar ook ondersteunt of verwacht je nee mijn actie want sommige dat. ja mijn vrouw nee niet maar je nooit doet nee je vrouw die heb je ook vaak nou dat zeg ik ook dus ik hou <clears throat> ik hou en ik heb heel veel waardering voor vrouwen ja ik heb mannen gezien die rijk waren ja. waren met een vrouw noem ja. de mannen die naar een vrouw moeren en die vrouw heeft niet ja. Ik heb mijn vrouw altijd gezegd. Van, als we een kopen aan een huis, is het van ons. Ja. Toch? Op ons beden. Kopen aan een auto is het van ons. Als we natuurlijk ook hebben, you van ons. Dat, 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 dat heb ik altijd gezegd. Ja. Want die vrouw moet met mij blijven, omdat ze nog met mij wil blijven. Niet omdat ze geen optie heeft. Want als zo weg gaat, dan moet naar mabakka of wat dan ja, ook. Ja. Want ik zeg het ook bijvoorbeeld. Als we niet meer, niet meer gaan, ga ik uit het huis. Ik ja, je. jij blijft. Jij bleef. Jij blijft met die kinderen. Geweldig. Ja, toch? Want dat is het toch? Ja, maar je bent toch een man. Ik bedoel, man, ik gewoon naar de vrouw. Ja, zo'n af mij. Ja, een kafrintje, jongen. Kan je niet een nieuwe opbouwen, jongen. Ik ben getrouwd in een gemeenschap van goederen. Uh, ik heb het geluk gehad om een keertje uit elkaar te gaan met mijn vrouw. Oh, van wie ik hem achterlijk heet. Ik zeg geluk, omdat ik het daarna nog beter ben gaan waarderen. Maar tijdens die break zei die, want ook naar de advocaat gaan met mevrouw? En ik zei bij de gangster toch wel, mm. dat da gaan we scheiden. Ja, ja, ja. Maar da, om je al heb gezegd, dan moet je werkelijk naar die advocaat gaan, toch? Mm, mm, mm. Daar die tak hoe gaan jullie het verdelen? Met ze mag alles hebben. Mm. Mevrouw tak nu, nee, hij mag alles hebben. <laughs> dus op een gegeven moment, hoe <coughs> begin Van nee, jij moet alles hebben. jij moet alles Zelf hebben. Zelfde discussie heb ik ook van. Af, vrouw afrouwen. Mevrouw Rani Sohan Singh, mm. Dat was advocaat. Zij, weet je wat. Ga jullie nog even babbelen. Mm. Over drie maanden, als jullie echt niet meer samen willen zijn, dan wordt dat katoen. En vandaag de dag zijn we nog gelukkiger dan ooit. Dus, maar ik heb daar moeten ervaren hoe belangrijk die basis is van een goede partner. En ik heb gezien dat wanneer een vrouw echt van je houdt en jij toont haar, dat is mijn mening, en jij toont haar dat je haar waardeert. Dat ze jou naar zoveel grotere hoogte gaat brengen je, waar jij zelf niet in zou kunnen komen. Want dan vooral kijkt ik heel anders ook naar business. Ja man. Ze en... zijn je bedrijf, ze is de eerste die zegt, nou, dat en dat. En ze zijn veel zakelijk. Soms word je zelf moe. Ja, gewoon. Dat. Dan willen ze de hele dag praten, Wikimati en zo. Ik wil weer weer meer Nou, ik denk niet dat oh, ik... Ik er eerst morgens mee dit, dat. we moeten praten dan, dit, dan, dat. Maar goed, maar uh, om terug te komen op het politiekorps, want we praten al een tijdje. Hellings rijdt elke keer naar buiten met je telefoon, want je bent eigenlijk nog uh, bezig. Uh, politiekorps, mm -hmm. uh, wat is jouw visie nu? Hoe, hoe verder? Nou, ik ga, ik ga toch niet langer bij het korps blijven, begrijpt u? Het is ook meer dan duidelijk toch? Is dat door teleurstelling? Nee, nou, niet door teleurstelling. Ga... Oké, okay, kijk, waar ga ik groeien? Hetzelfde zei Raoul ook, je kan nog commissaris worden als ik me niet vergeet. Ik wil geen korpschef worden. Dus waarom zeggen jullie dat allemaal? Nou, de korpschef, zoveel werk, voor zo weinig geld. Uh -huh. ik, als ze maar 150.000 per maand zouden betalen, <laughs> dan zou ik wel korpschef willen worden. <laughs> ja, toch. Maar is het dus dat je krijgt minder betaald, maar eigenlijk is het meer voor die titel? Ja, de, kijk het is veel werk, het is veel werk. Kijk, mijn streven is om een topondernemer te worden, begrijpt u? Okay. Een toonaangevend bedrijf naam Suriname. In komere, dus in de komende tien jaar moet ik ja. met mijn compagnie naast Keerpalani en Lecustoor, Fernandes kunnen staan. Nadien ga ik, ga, ik, ga, ik, ga ik naar internationaal. Begrijpt u? Ja, ja. Maar over drie, vier jaar ben ik hoofdinspecteur. Dan heb je die Hellens en zo die commissaris zijn. Begrijp <laughs> je? Dus als die man ook weer meneer is, is Dus dat is oké, dat is okay, <laughs> het. En dan verdien ik evenveel <clears throat> bij als een commissaris. En als je Koyo ook kon doen. Ja, en over ja. vijf jaar ben ik ook niet meer bij de band. Wat ga ik nog dan bij de band doen? Weer voorzitter worden om te wat te doen? No man, kom maar. Ik ben blij dat je die drive hebt om ook verder te gaan, want je bent dus ook bereid om die stoel over te dragen aan de volgende generatie. Je moet, die... Ja, kijk, ik heb altijd een mooi voorbeeld. Men legt het maar uit. Mensen om je heen moet je gunnen, ja. toch? Mensen om je heen moet je mee laten liften. Ja. Als je nu hier bent en die man dit ja, kan het niet zo zijn dat ik elke naar plafond aan die man dit ja eet. Wat weet je waarom?

Probeer probeert te drukken. Je, je probeert ieder klein te houden. Niemand moet groot worden. Jewah moet beginnen. you moet abi. En van die no abi, zo je En zo denken we, veel van ons, zo so denken politici. Mensen moeten niet groot worden. Mensen moeten klein blijven. Zij moeten alleen groot worden. Zij moeten alleen hebben. Terwijl ik, hm. en meteen, je oeh, altijd wanneer ik een miljoen SRD heb, toch? Als, Dat is wanneer? Ja, toch? Ja, 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 ja. Dus, dus, als ik een Stel eens, ik heb vandaag een miljoen. Ja. Dan wil ik dat hij ook een miljoen moet hebben. Weet je waarom? Ik wil 5 miljoen hebben. Jongens, ja, ja, ja. challenge dan kom ik 5 miljoen snel. Dan ik dat kom ik 5 maken, maar dan wil ik 25 ja, hebben. Ja, ja. Maar je probeert een miljoen te hebben. En niemand moet meer een hm. miljoen hebben. Maar dan kan je niet samen je vooruit gaan ook. Want samen sta je veel sterker. Ik zeg altijd: het Liefst ga ik met een helikopter naar het werk, dan weet ik dat iedereen het goed doet binnen mijn organisatie. <laughs> 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 Maar de ja. mensen, no, 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 no. Die probeert ieder inderdaad te houden. Je moet alleen groot worden. Al, net, net als voetballen. Yeah. If you want to play ball in that team, they ik ball. dat is lasiek Dat ben ik niet opnemen. En mijn opnemen, mijn lopen. Dat is eigenlijk geen team speaker. No, 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 no. Real Madrid te hard in hier. Oké. Maar jij bent een volleyballer. Weet je waarom ik zo van volleybal hou? Er is geen sport waar het team hechter moet zijn. Ai, want als je niet een unit bent, een ballet van nou, is al niet alleen volleyballer, al, voetballer ook. Ik heb ook Engeland bijvoorbeeld, like, Leicester zitten. Er wordt er een kampioen 2017 mee denk ik. Ja. Yeah. Nooit een ster op dit team. Allemaal man Long, alle man, allemaal befetie. Maar aan hoe 2021 die op, je hebt een ster en allemaal moet ik Ik moet afronden, heb ik net al gezien. Ah, een ja. vraagje. Zie je zelf later ook in de politiek? Want ik denk wel dat jullie uh, allebei leiderscapaciteiten dus hebben. Dus ik zit. Maar op een andere manier, niet hoe ze het nu doen. Dus ik zit, ik zit echt te denken over politiek, politiek, politiek. Hoe je draait of keer, hoe je right of keer ga ik erin moeten gaan. Ja, daar vraag ik het. Omdat, hier aan de, aan de zijkant blijven staan en kijken, kijken hoe ze het doen. Ze gaan het niet beter doen, toch? Nee. De mensen die we het niet hebben, ik ben, niet, ik ben ook niet tevreden over mijn generatie. Die mannen van mijn lichting, je weet niet, die, mannen van, die mannen tussen de 25 en de 35. Zeg maar toch hoe veertig. Ik, ik ben niet tevreden over die mannen. Je ziet hoe die mannen denken. Ik bedoel, hoe kan je dertig zijn, dat denk je nog niet aan een huis en een perceel. Hoe kan je nog dertig zijn, dat denk je nog niet aan een fiets. Begrijp je? Waaraan denk je? Wanneer heb je daar alles? Je wil straks minister. Dus je wil de politiek ingaan om een huis te gaan bouwen? Maar dat dan, ja, ja, ey, ja, toch. Ey, je wil de, politi nou. de politiek ingaan, daar heb je niets. Je wil de politiek ingaan, dan heb je nog. Niets meegemaakt. Hoe wat? Je bent 40, je wordt minister. Dan komen ze je bij je moeder zet om de wacht voor je moeder te houden terwijl jij de minister bent. Begrijp je me? Nee, no, dat is. Wanneer ik Ik ben zeg maar, niet beter voor woorden, Wanneer ik de, de, de politiek in moet gaan, dan wil ik de politiek ingaan als bijvoorbeeld, zeg maar, gewezen hoofdinspecteur, gewezen vakbondsleider. Labzakenman, een, een, dus een, 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 een ja, trekker. Je, je moet van een zware kaliber zijn. Dus iemand als Achai Bursing, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. je? Die, man, dus die, me, die mensen hebben we nodig. Oké. Okay. Een Ramdien. Een Die mensen hebben we nodig. Ja. Maar geen mensen die een brief moeten leren schrijven als politici. Geen parlementariër die niet weten waarover ze praten. Die mensen hebben we niet nodig, koekenbakkers. Nou, we hebben dat nodig. Oké, okay, oké, okay. ik ben heel blij. Oké, okay, net voordat ik ga stoppen, verwacht je dat er binnenkort veel protesten gaan komen? Nee. No. Niet? Nee. No. Okay. Surinamers, weet je, als ze niet in zijn, gaan ze die mensen gewoon afstraffen, 2025, Maar Pina, de moet En die vakbonden ook, begrijpen ook niet waarmee ze bezig zijn. Ja, ja. Begreep je? Maar be, ja, 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 ja. ja, dus, ze kunnen wel les leren van jullie vakbonden. jullie zijn een unit. Ze begrijpen het niet. Mensen worden vakbondleiders in Suriname om bij, de, om, om bij, de, om bij politici te gaan vissen. En dat zou bij de politiebond gebeuren. Vakbondleiders worden voor kiswa moesu, kieswa rang. En de mensen gewoon rustig houden. Terwijl ik weet. Wij, wij vechten dag en nacht voor de ja, politiemensen. Ja. Keihard. Ik, ik, het is gewoon als, als ik. Je, ik laat me ja. Als ik na 18 maanden niet meer wil werken ja. voor de politie dan ga ik geen, dan ga ik geen voorzitter blijven ja. voor weerjaars en Dan ga ik gewoon bedanken. helemaal zeggen kijk, ik speel niet meer. Ik ben weg, ik doe niet meer mee. Ja. Maar ik ga geen voorzitter blijven om voorzitter te zijn voor weerjaars en like is is mix mix Snap, post, no. ja, 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 ja. dat. Nou, dat is dat ding. Het, het, is, het, het hoort erbij, hmm. maar dat is het niet. Eindelijk iemand die beseft dat het niet alleen gaat om die titel, maar het gaat ook om...

Ze hebben alle titels kunnen schrijven. Maar ze geven je groene ze, <laughs> Maar ze begrijpen niets. <laughs> ze, kunnen niet, ze, kunnen, ze kunnen niet uitvoeren. Dus wij volgen gewoon naar mensen hun denkniveau. Yeah. Net als bij de notariaten. Yeah. Je hebt mensen met een masterdiploma die, die daar zitten werken. Yeah. Maar ze kunnen niet eens een akten voorbereiden. Je hebt iemand met een middelbaar diploma, met vijf met, met jaar ervaring. die kan alles perfect. Yep. Je hebt het. Begrijpt Beter kan je het niet hebben. Dus kijk, ik heb een master. Ik doe een tweede master, maar je gaat me niet de hele dag meester atoompijs inschrijven of straks meester dochterannes. Nou, kom met me praten. Laat okay. me zien dat je, dat je meester bent. Oké. Okay. Uh, vraag: Ja, ik zou eigenlijk over scoterdingen praten. maar je, je, je interesseert me als mens, dus daarom heb ik het minder daarover gehad. Heb je, voordat je een boodschap gaat geven, respect? Mm -hmm. Ik vind het heel fijn om een Surinamer te ontmoeten of een mens te ontmoeten die hij verkocht. Om zijn school te betalen. Dan slaat die man alle koude records gewoon baster op Adek. Mm -hmm. Snap je? Daar ben je nu voorzitter. Je hebt ingeluk dat je hellings hebt. Huh, Meester brain daar zo. Maar goed. Uh, ik waardeer jou als Surinamer. Ik denk dat je een modelfiguur bent. En nu snap ik waarom je zo boos was op tv. Want zo word je ook geportretteerd. Mm -hmm. Ja man, patiëntie, dit, dat, dit. Terwijl je meer dan een gezond stel hersen hebt. En daarvoor, echt met respect. Heb je een boodschap voor de mensen? Kijk, patiëntie moet je hebben wanneer je patiëntie moet hebben. Mm -hmm. En met je ook toe: van is de met je men ook toe van. Ik wil niet snel vechten. Maar als ik me niet begrijp, trouwens, heel ergens, een gentleman-fit heer. je toch? Met je baas rustig, want je bent niet begrijp, je bent niet begrijp, je bent no begrijp. Want je moet naar die protesten kijken als <laughs> je ja, bent ja, afgestapt. Ja, ja. Isabi. Dus, kijk, mijn land. Nou ja, we moeten de mensen leren niet naar school te gaan om een baan te vinden. We moeten de mensen leren om te kijken waar er een probleem is en try to find a solution. Mm. We moeten de mensen leren to repair a broken system. Ze moeten denken van, hé, hey, waar is iets gebroken? Waar, is, waar zit iets niet in? Hoe gaat het beter? Ja, toch? Ja, ja. Bijvoorbeeld, waar kan ik iets repareren? Mm. Hoe kan ik de mens van dienst zijn? Hoe kan ik de mens tevreden maken terwijl ik daarmee verdien? Yeah. Begrijpt u? Ja, ja. Dat is wat we de, me de, me de mensen moeten leren. En de mensen leren dat ze moeten goed kunnen denken, hun denkvermogen. En om door te denken moet je naar school gaan. Begrijp je? Maar niet wanneer je astronaut bent <laughs> of specialist bent, betekent dat je goed bent. Ja. boom. <clears throat> Begrijp je? Het is je denkwijze, je inborst. En wat wil je als mens? En we moeten leren om ook mensen te begeleiden in wat ze willen. Want je hebt mensen die nooit een auto willen hebben. Yeah. Nou, je maar bij Want er is iemand in jouw buurt die toen een fiets had. Yeah. 30 jaar terug. En nu allemaal, yeah. je wanneer een fiets. Je begrijpt. Maar je aan is niet op bij Dus zo zijn er verschillende mensen. Yeah. En daarin moeten we de mensen be begeleiden. Maar hier begint het. Hoe denk je? Wat denk je? Wat wil je doen? Wat wil je worden? Wie ben je vandaag? En jezelf respecteren en accepteren. Okay. Ik, ben heel, ik ben heel blij hiermee. Uh, wat ik wel wil meegeven is: uh, Ga jullie ook netjes om met de dieren in Suriname? Want <laughs> in Suriname wordt bijna geen beesten meer. <laughs> nee, want waarom ik het blijf herhalen overal en daarom zeg ik het ook tegen jou. Look at Dierenwet. Uh, je bent ondernemer. Sowieso. Ik ga jou een tip geven als andere ondernemer. Weet je dat? Wanneer je uh, een witte man brengt uit het buitenland om een foto te maken van een rotshaan, bijvoorbeeld, ze bereid zijn tot de 1000, 2000 euro te betalen, voor ik een foto. Dan geef ik je dat mee. Uh, voor een makker lang zijn ze 300, 400 euro bereid te betalen. Het zijn mensen die wel waarderen mm -hmm. wat Suriname heeft. En dus daarom zeg ik je om die dierenwet te gaan checken. Als ondernemer geef ik je deze tip mee. Tori van het Groen Suriname. De uh, reden waarom ik dat zeg is, ik wil dat jullie ook dan het bos beter gaan beschermen. <laughs> <laughs> maar je moet het eerst begrijpen. Ja, je moet ervan houden. Juist, want iedereen ziet het bos als goud. Ik hou alleen van honden. Juist, maar blijf van die honden houden en meer. Uh, maar locatoria zaken, man. Uh, het feit alleen dat er vroeger, er zijn nooit echt cruiseschepen naar Suriname gekomen. Een tijdje kwamen er wel twee. En die cruiseschepen waren cruiseschepen georganiseerd voor birdwatchers. Mensen die naar vogeltjes willen kijken. Maar er was een hele bootval met mensen gekomen naar Suriname. Stel je voor dat je een bootval mensen... Dollars brengen. Juist. Maar om die mensen naar hier te krijgen is het niet het goud dat we gaan zoeken en die bomen die we wegsturen. Het is die beesten beschermen die we hebben, die we hebben en daarmee goed geld kunnen gaan verdienen. Dank je dat je bent gekomen. Yes. Thank en, uh, you too. en see you next time. Honderd papa. En Raoul, uh, <laughs> moet je voor een keer zeggen om ietsje verder te gaan praten <laughs> met die telefoon. Amara door de telefoon is hier. Van oh, ex voorzitter naar uh, receptionist. Oké, okay, zit je Dankjewel voor het kijken. En als je er wat aan hebt gehad, like, subscribe en share alsjeblieft mijn pagina. Op deze manier kunnen we lekker met veel energie verder gaan. Ali naman nama bola. D V A baby. Let's talk.